Diederik Ebbingen natuurlijk bekend van Promenade, waar ze iedere week ook de actualiteit op de hak namen waar en leuke dingen uithaalden. Ja, die heeft echt iets fantastisch uitgehaald. Kijk, Thierry Baudet, maar ook meneer Engel, die zijn gewend om een soort nep-tweets en fake news alles op te gooien. Dus vandaag Diederik Ebbingen. Ik denk, ik gooi gewoon even erop dat Willem Engel een AIVD-agent is. Dat was al heel lang bekend. Net als dat Thierry Baudet al in augustus zijn tweede Pfizer-vaccin heeft gekregen. Nee, maar die is helemaal serieus gegaan van nee, dat is onzin dat ik op deze manier geframed wordt. Kijk eens even, totaal belachelijk. Ik was de eerste in Nederland die waarschuwde voor de averechtse effecten van de coronavaccins. Ik ben de enige die ten sterkste ontraadt om je te laten injecteren met deze experimentele gentherapie. Uiteraard hebben we geen vaccinatie genoemd. Helemaal in paniek eigenlijk. Hoe jij die hoofdletters uitspreekt. Ja, goed, hè? Ik kwam er gewoon doorheen. Het is gewoon een hartstikke goede grap. En ik zeg al, net als Henny Huisman, als je dat krijgt, lach er even om. Denk, oké, ik ga weer vrolijk verder met wat ik belangrijk vind, in plaats van zo kinderachtig op te reageren.